Een briefje uit 1961 van dokter Sluiters, die melding maakt van het misdadigerskerkhof. Citaat: Bredase weg, kruis, tegenover Warande, daar was het misdadigerskerkhof. Daar komt Lievenshoven voor, moeilijk opvoedbare kinderen. Hier wordt nu gegraven door bulldozers. Misschien wordt er iets gevonden. In 1920 was er de Beukenhaag nog. Die is nu 1940-1945 gekapt voor kachelhout. Werd beschouwd als openbare begraafplaats. Oudere inwoners van Oosterhout kunnen zich nog wel herinneren dat in vroegere jaren aan de oude Bredase baan een algemene begraafplaats lag. In de volksmond wel het misdadigerskerkhof genoemd. Sommigen van hen kwamen er in hun jeugd wel eens, maar konden op latere leeftijd niet meer de juiste plaats aanwijzen. Dezelfde ouderen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de 10 en 15 jaar oud. In 1944 en 1945 werden alle bomen en struiken die in het gebied rond de oude Bredase baan stonden, door de burgers van Oosterhout illegaal gekapt en mee naar huis genomen. Brandstof was in die tijd een schaars goed. De jeugd van toen kende het gebiedje zonder bomen en struiken. Nu is het volledig begroeid en is het moeilijk voor hen om na zoveel jaren de plaats van het misdadigerskerkhof nog te kunnen betalen. Gelukkig was het mogelijk om door historisch onderzoek in de archieven wat meer te weten te komen over deze begraafplaats. Leuk, hè? Toekomst. Het zou jammer zijn als dit begraafplaatsje in de vergetelheid zou raken. En deze publicatie wil er, samen met de Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout, aan meewerken om dit voor het nageslacht te behouden. Mag ik onze voorzitter voor het openingswoordje? Namens de Heemkundekring mag ik u allen van harte welkom heten, in het bijzonder de familie Bol, dat wij hier vandaag bij elkaar zijn om het misdadigerskerkhof opnieuw te onthullen, hebben wij vooral aan Stan Bol te danken. Wij zien deze onthulling dan ook als een eerbetoon aan hem, die helaas veel te jong op 1 juni jongstleden is overleden. Graag wil ik u verzoeken een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Stan. Heeft verklaard de officiële onthulling voor haar rekening te nemen. Dat zij dat wil doen, symboliseert voor de Heemkundekring de goede samenwerking met de gemeente bij de realisatie van dit project. Ons directe aanspreekpunt bij de gemeente was in deze Klaar-Rodenburg, beleidsmedewerker monumenten en archeologie. Dank Klaar voor de prettige samenwerking en de snelle resultaten daarvan. En in jou dank ook aan alle medewerkers van de gemeente die door jouw bemiddeling aan de uitvoering van dit project hebben meegeholpen. Welkom ook en
Alvast dank aan stadsomroeper Eus Rovers, aan Anton Kamps, aan Martin Trommelen en alle anderen die onmiddellijk hun medewerking aan deze happening toezegden. Welkom aan de pers en andere media, aan alle genodigden, de leden van de heemkundekring en alle andere belangstellenden. Welkom ook aan Miranda van Bracht en de leerlingen van het Monsieur Frenke College, HAVO 4. Het doet ons goed dat onder de jeugd ook belangstelling is voor het werk van de heemkundekring. En, mocht ik nog iemand vergeten zijn, ook die is of zijn van harte welkom. Laten wij hier voorzichtig zijn met onze uitspraken. De muren, of in dit geval de bomen en struiken, hebben oren. Het schijnt hier te komen. Voornamelijk wij van enkele oude Oosterhouters. Overigens, voor nog meer verhalen over dit kerkhofje houden wij ons aanbevolen. Hier dwalen de geesten rond van mensen die niet begraven mochten worden op de kerkelijke kerkhoven. Pas op met wat je zegt. Ze zouden wel eens wraak kunnen nemen. Enige terughoudendheid is dus geboden. Het waren tenslotte moordenaars, zei het dan, zelfmoordenaars. En laten we nu overgaan tot het officiële gedeelte van deze bijeenkomst. Dan mag ik onze stadsomroeper, ja, Ad zei het net al, ook onder de jeugd is er interesse voor het werk van de heemkundekring. Daarom heb ik mijn zoon meegenomen. En ik ga toch even een gedicht voordragen als hij er niet doorheen blijft. Ik denk het niet. Het gedicht heet Misdadigerskerkhof. Balthazar en Adriaan, zelfmoordenaars, verbannen tussen de haagbeuken aan de oude Bredase baan. Daar, jawel daar, liggen deze misdadigers zonder strafblad. Deze zondaars zonder zonden. Het zijn de veroordeelden, ooit veroordeeld op verkeerde gronden. En toen begraven in ongewijde aarde. Het was wijlen Stambol die speurde en hen toen vond. En voor ons allemaal hun nagedachtenis bewaarde. Stam, hij was de man die zich sterk maakte voor de onthulling van zo'n onrecht. Daarom nu en hier, op dit historisch kerkhof, postuum eerherstel voor de twee doden van weleer. Met terugwerkende kracht en met lichtjes omgeven, de ere die hen toekomt, door ons vandaag alsnog gebracht. Dankjewel. Maar ik nu de wethouder vragen om het bord te onthullen. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u in zo'n grote getale aanwezig bent. Dat betekent dan toch wel dat de locatie waar we nu zijn, dat dat toch indruk gemaakt heeft. Heeft het op mij ook gemaakt. Want enkele jaren geleden, toen meldde Strand Bol en Kees Kop zich bij de heemkundekring de heerlijkheid Oosterhout. Want ze waren naar het regionaal archief geweest. En daar hadden ze iets bijzonders ontdekt. En vorig jaar ben ik, in de zomer 2012 was dat, werd ik uitgenodigd om hier mee naar deze locatie te komen. En toen werd het mysterie onthuld. En tekenen dat hier misdadigerskerkhof aanwezig was. En ik heb toen een heel verhaal gehoord, want dan denk je, nou ja, moordenaars die daar begraven liggen. Maar het verhaal wat ik erbij hoorde was toch wel heel indrukwekkend. Heeft toch heel veel indruk op mij gemaakt. Want ik hoorde dan dat een van degenen die hier dus ligt een man was die vier kinderen had en zijn vrouw dus aan een ziekte overleden was. En die man zag het niet meer zitten en heeft dus zelfmoord gepleegd. En in die tijd mocht hij dus niet begraven worden op de heilige grond van de katholieke kerk, maar moest hij dus hier begraven worden. Gelukkig gebeurt dat in deze tijd niet meer, want je zou eigenlijk medelijden moeten hebben met die man. Maar we bevinden ons nu dus op het misdadigerskerkhof van Oosterhout hier aan de Bredase baan.
En Stan Bol heeft de taak op zich genomen hier zoveel mogelijk gegevens over te verzamelen en op papier te zetten. En hij heeft de Heemkundekring verzocht de publicatie en de aanduiding op dit terrein dus op zich te nemen. Nou, zojuist is het al gezegd, Stan is er helaas niet meer, is in juni overleden en kan bij het resultaat van zijn inspanningen dus dit niet meer meemaken. Maar er is zojuist dus wat over gezegd. Als eerbetoon aan hem is het project nu afgerond en dan gaan we zometeen dat onthullen. En enkele dagen terug hebben de leden van de Heemkundekring al een boekje mogen ontvangen waarin het bestaan van dit bijzondere kerkhof nader uit de doeken wordt gedaan. En vandaag wordt dus dit misdadigerskerkhof van Oostrad voor altijd aan de vergetelheid onttrokken met het onthullen van dit paneel. En dat ga ik nu dus doen. Ik dank alle... Ik vergeet nog even te zeggen dat ik jullie allemaal wil danken dat jullie dit mogelijk gemaakt hebben. Graag gedaan en we zullen de dank overbrengen. Bedankt voor de onthulling, mevrouw Bode. Mag ik nu pastoor Kamps naar voren vragen om een woordje te doen? Woordje? Ik ben geen pastoor. Ik ben geen pastoor. Ik ben maar gewoon mezelf sinds ik vorig jaar afscheid nam. En dus eigenlijk ook niet meer en nooit geweest een echte vertegenwoordiger van de kerk. In dat ik gezag draag, dus namens een instituut zou kunnen spreken. Jammer, wellicht, als u daarop gerekend had. Wij zijn bezig aan een romantische onderneming, ondanks de ernstige ondertoon die de Heemkundekring aan dit gebeuren heeft meegegeven, is het natuurlijk pure romantiek. Praten over misdadigers, een verlaten kerkhof, geliefden die hun namen kerven in de bomen, zonder dat ze weten op wat voor plek ze zitten, geesten die je betoveren, prachtig allemaal. Maar in de slipstream van die romantiek zwerven wel een paar stevige zaken, al genoemd zo'n beetje, de liefdeloosheid bijvoorbeeld van de kerk en het wel of niet gewijd zijn van aarde en wat geloven eigenlijk precies is en wie er nou groter is of wat, jijzelf of het systeem waar je in gelooft. De dood is het einde van ieder leven. Zo is dat nu eenmaal. En bovendien, een tweede stelling, en dat wordt goed begrepen in het land van Calvijn, een land van Calvijn, wij zijn allemaal zondaar. Dus er is geen onderscheid nodig of een afgezonderde behandeling. Waarom zou je voor iemand, ook in het kwade, een uitzondering maken? De eenzaamheid van de afzondering spiegelt eigenlijk ook vooral wat niet afgezonderd is, dus wat gangbaar is, wat gewoon is en dus tot wet wordt verklaard. Al die dingen maken niet dat wat wij als mensen samen bedenken groter kan zijn dan jezelf. In die zin dat waar je in gelooft nooit mag zeggen uiteindelijk wat jij moet doen, tenzij je er werkelijk in gelooft. Daar zit dus een uitdaging in voor jezelf. Blinde gehoorzaamheid past nooit.
Dat betekent dat zelfs als ik gezag zou dragen, als ik een vertegenwoordiger zou zijn van het instituut, ik ook geen excuses namens het instituut zou maken, omdat ik vind dat je als individu, als mens, je eigen verantwoordelijkheid hebt, die uiteindelijk altijd beslissend is. En niet de regels van het grote systeem dat je te boven lijkt te gaan. De kerk is heel slim, goed bezig geweest om, als het ware, God zelf een soort tussenstation tussen onze aarde en de hemel te bezorgen. En ons daarmee klein te maken. Zodat eigenlijk God alleen maar via dat tussenstation de kleine mens kon bereiken. Uiteindelijk hebben wij allemaal geleerd dat dat tussenstation, dat prachtig in elkaar zat en helemaal bedacht is door middeleeuwse denkers, dat dat tussenstation in rook is opgegaan. Het bestaat niet. Wij zijn er dus, kleine mensen, en God is er. Als je daarin gelooft. En als je er niet in gelooft, misschien ook nog wel. Kleine mensen dus. Die nooit onderdaan kunnen worden van een systeem. Altijd hou je je eigen verantwoordelijkheid. Als je als die mens gelooft, katholiek bent bijvoorbeeld, heb je de uitdaging voor je om daar iets volwassens van te maken. Criterium is dat je er zelf volwassen van wordt. 1. En 2. Dat het je tot liefde brengt. Als die twee dingen kloppen, als je dus met je twee benen op de grond voor jezelf denkend overtuigd bent van wat je doet en zegt, en handelt. En als je voelt dat je hart open is in een omarming naar al wie leeft, wat leeft, hier op deze aarde toe, dan weet je dat je goed zit. En dan herinner je de oproep van Jezus tot 7 keer 7 keer 7 keer 7 maal te vergeven. Omdat iedere mens zondaar is en de kracht van vergeving nodig heeft om verder te kunnen. De zelfmoordenaar is dus geen uitzondering. De zelfmoordenaar overleeft zijn zonde niet. Dat is het verschil. En de kerk zegt nog steeds dat het niet goed is zelf een einde te maken aan je leven. Dat zei ze toen in de middeleeuwen, dat zegt ze nu nog. Wees daar maar van overtuigd. De dood is het einde van iedere mens, zoals ik zei. We hebben allemaal die omarming nodig. De kracht van vergeving. Iemand die op je wacht en die zegt, het is goed, ook al was het fout. Want het is allemaal fout bij ons. En goed. Het is allemaal goed met ons. Het misdadigerskerkhof. We staan hier op deze romantische plek. En in de kielzog van die romantiek denk je na over wat geloven is, wat de kerk is, hoe je jezelf tot die systemen verhoudt. Denk je na over de wijding van de aarde. Is dit stuk gewijd en dat stuk niet? Hoe weet de aarde waar de wijding ophoudt? De aarde weet niet waar de wijding ophoudt. De aarde is aan God gewijd. De wereld, de schepping is niet van ons, van God. Bezig met zijn schepping en zijn wijding. Dus we mogen erin leven en we mogen erin sterven. Gewijde mensen.
allemaal. En zo af en toe onze naam kerven in de boom waar we langskomen, verliefd of niet onze sporen achterlatend. Het is een goede plek, ook al spookt het er. Mag ik nu uw aandacht vragen voor Peter Uybrechts en Martin Trommelen voor het volgende stukje muziek. Was Stan, mijn zus en ik, kleinkinderen, broers, zussen, familie, willen langs deze weg een blijk van dank uitbrengen. Met in het bijzonder Kees Kops, ze noemden elkaar ook wel grijze archiefmuizen, die samen met mijn vader, Stan Bol, het enorme spit en speurwerk hebben verricht om dit boek tot stand te brengen. De omslag van het boek is ontworpen door Kees Kops in opdracht van ons pa. Stambol. Ook willen wij graag de heemkundekring, de heerlijkheid in Oostzout bedanken voor hun toewijding en voor de gastvrijheid. En voor de kleine puntjes op de i te zetten. Verder bedanken wij ook de gemeente Oostzout voor de medewerking van het gedenkplaatje. Verder bedanken we iedereen die mee heeft geholpen om dit bijzonder boek, de Misdadigerskerkhof in Oostzout, tot stand te brengen. Tot slot zijn wij ontzettend trots op ons paar, Oostanneke. Dat wat hij tot het laatste heeft volbracht. En zijn enorme passie voor geschiedenis ertoe heeft geleid dat hij nu zelf geschiedenis is. Namens de hele familie enorm bedankt. Dames en heren, dat was het dan, ons avontuur in het bos. Allemaal hartelijk bedankt voor uw komst, of uw bijdrage, uw inspanningen. Wij nodigen u graag uit voor een kop koffie en een plak cake, heel toepasselijk. Dat doen we op de weg terug aan de kraam. De genodigden kunnen daar het boekje in ontvangst nemen. Voor hun is het gratis. De anderen moeten het betalen. Het kost €5. En dat doen we dus ook aan de kraam. Het Misdadigerskerkhof. Binnen de paaltjes bevindt zich een algemene begraafplaats die tussen 1876 en 1935 in gebruik is geweest. Na 1935 werd op de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Veerseweg een algemene begraafplaats aangelegd. Oorspronkelijk werden op de algemene begraafplaatsen mensen begraven die geen lid waren van een kerkgenootschap en mensen die in de maatschappij niet geaccepteerd werden. Op deze algemene begraafplaats zijn twee personen begraven die in de ogen van de inwoners van Oosterhout misdadigers waren.
Daarom werd het kerkhofje in de volksmond het misdadigerskerkhof genoemd. Ja, we horen toch op de hoogte gewoon hier wel, hè? Ik ben niet van overtuigd dat de QR-code al werkt. Oh! Nee. Waar kom je nou ook op het verhaal? Want een hele tekst van de zoekje staat erop. Dat zou het gezien zijn, hè? Taal 3. Nee. Ja, ik heb even de QR-code gedownload. Even kijken of je het doet. Oh, daar ga je naar de heen kunnen. Ja. Dus het is een link naar de... Oh! Dan opent hij de link. Ik naar de heemkunde.nl. En dan kan je daar meer informatie over. Oh, via de iPad. Nou, je kunt op je telefoon een codescanner zetten. Op die manier. En met de codescanner scan je de code. Ja. En dan geeft hij. Kijk, zie je, dan komt hier een link naar heemkunde. En die kun je dan ook gewoon als je internet aan hebt staan kijken. Ja. Dankjewel. Hey. Er zit alleen melk in. Hey. Hey. Oh. Is het is toch een koude, hè? Ja, hij wint van de microfoon, zoals hij. Hij staat als een blaast in de microfoon. Ja, dat gaat er niet uit, hoor. Ja, dat moet je niet doen. Ja, dat is wel een beetje een